Hey. Wat bent u ergens lid van? Ik ben lid van de oude sleepbootjesclub. We gaan elke zomer gaan we hier en daar heen als er een oude sleepbootjesfeestje is. En deze keer is het oude sleepbootjesfeestje in Almelo. Ja. Lijkt het u leuk? Of, Ja, de Almelo natuurlijk. Dat weten we allemaal in het Westen. Nee, dat is algemeen bekend. Almelo, elke kans die je krijgt om naar Almelo te gaan, die moet je met twee handen aangrijpen. Nou, dat doen we dan ook. Heel mooi. Je hebt een bijzondere boot. Een driecilinder hoor ik. Het is een Amsterdammetje. Het zijn van die sleepbootjes die vroeger in Amsterdam, toen er nog geen vrachtwagens waren. Toen werd alle vracht in Amsterdam vervoerd door de grachten. En dat ging dan in de jaren 20 ging dat op een dekschuit. En die dekschuit die werd dan weer getrokken door een sleepbootje. En dat kon je gewoon huren. Dus deze werkte bij een sleepbootjesverhuurderij. Of beter gezegd bij een dekschuitenverhuurderij. Dus als je een vrachtje had, wat in Amsterdam van de ene naar de andere kant moest, dan huurde je één of twee dekschuitjes bij die dekschuitenverhuurder. En dan kreeg je er automatisch een sleepbootje bij met de kapitein die dat voor je regelde. We hadden vroeger tientallen van dat soort bootjes. En ze zijn precies op de maat dat ze goed door de grachten heen kunnen varen. Je kunt het stuurhutje kun je ook naar beneden klappen, zodat je onder alle bruggen door kan. Ik zie het. U bent hier helemaal heen komen varen? Nou ja, het lopen schiet ook niet op natuurlijk. Hoe lang doet het erover? Nou, vanaf Amsterdam vaar je er een dag of 3-4 over. Okay. Dat is wel te doen. Hoeveel brandstof gebruikt u dan? Nou, is de moeite niet waard. Het ding stoopt, ik heb het nooit nagemeten, 3 of 4 liter in het uur. Nou, ben een uur zoet voor 3 of 4 maal. Wat kost het tegenwoordig? Voor minder dan een tientje. Ben je een heel uur zoet op je bootje. Ja. Heeft niemand last van je? Doet het onderhoud ook zo? Ja, er is niemand anders die het doet. En ik kan de garantiepapieren nergens meer vinden. Dus is dat niet moeilijk? Nou, er zijn wel grenzen. Een zuiger trekken of zo, dat gaat mij boven de pet. Dus eens in de 5 jaar, dan moet ik toch wel even naar de machinefabriek om iets, een echte hartoperatie of zo te laten verrichten. Maar het gewone werk, dat doen we zelf.